Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Leading Ladies. Op dit kanaal ga ik elke maand in gesprek met een straffe madame. En deze maand is dat met mevrouw minister Annelies Verlinde. Goedemiddag, hallo. Dag mevrouw de minister. Velen zullen u natuurlijk wel kennen, maar mijn eerste vraag is altijd, wie bent u? Wel, ik ben Annelies. Voor de kijkers en de luisteraars, ik ben de laatste dag mijn stem verloren, maar ik hield er toch aan om het gesprekje te laten plaatsvinden. Ik kom uit Schoten. Ik heb daar lang in de jeugdbeweging gezeten. Ik ben daar naar school geweest en vervolgens heb ik rechten gestudeerd in Antwerpen en in Leuven. Ik ben dan advocaat geworden, een heel lange tijd op hetzelfde kantoor gewerkt, tot ik een dikke 2 jaar geleden gevraagd werd om minister van Binnenlandse Zaken te worden. Dus toen heb ik op 1 oktober de eed afgelegd en sindsdien is mijn verhaal wat publieker geworden. Ja, we gaan straks uitgebreid hebben over uw politiek mandaat. Maar waar bent u naast de politiek vooral mee bezig? Eigenlijk moet ik zeggen dat er niet zo heel veel naast de politiek en naast mijn rol en mijn functie als minister overblijft. Er horen natuurlijk heel veel contacten bij, dus ook in het weekend ga ik bij mensen langs, hou ik gesprekken, probeer ik mensen te zien, dat dat ook heel verrijkend is. Als er dan nog een beetje tijd overblijft, dan probeer ik wat te lopen af en toe, want ik doe dat graag, dat maakt mijn hoofd vrij. En als het echt goed is, dan neem ik ook nog wel eens de fiets, maar dat is er eerlijk gezegd de laatste maanden veel minder van gekomen. En verder ga ik graag een keer iets drinken, 's middags, 's avonds met vrienden, familie. Ja. Als er nog tijd over is, dan doe ik wel eens een leuke uitstap of zo. Dus hele gewone dingen eigenlijk. Ja, ja, ja. En is er zoiets dat we niet weten? Wat u mogelijk nog niet weet, dat is dat ik uiltjes verzamel. Uiltjes, ja, of uilen. Ik heb ooit van mijn ouders een eerste uil gekregen. Zij zeiden toen dat het symbool is voor de wijsheid. Dus sindsdien heb ik er een heel aantal gespaard. En wat ik prettig vind, is om die bijvoorbeeld mee te nemen van op een vakantiebestemming. Omdat dat dan een souvenir is en past in het thema en in de collectie. Ja. Dus ik denk niet dat ik dat ooit al verteld heb. En hebben ze al veel wijsheid gebracht? Wel, daar zullen jullie over oordelen. Ik probeer mij af en toe te laten inspireren. Niet alleen door die uilen natuurlijk, maar vooral ook door de mensen rondom mij. Of de mensen die ik mag ontmoeten. En zo verder op zoek te gaan naar de wijsheid. U bent politica voor CD&V. Waarom bent u een christendemocraat en bijvoorbeeld geen socialist of een liberaal of een nationalist? Ja, voor mij is dat een heel duidelijke overtuiging. Omdat ik geloof dat de christendemocratie ertoe kan leiden dat mensen het beste in elkaar naar boven halen. Ik geloof erin dat je er niet bent voor jezelf of als deel van een overheidsapparaat, maar dat we er zijn voor elkaar. En dat we meer mens kunnen worden in de ontmoeting met elkaar. Ik geloof in wat mensen kunnen betekenen voor elkaar. En dat vind ik echt terug in de christendemocratie. Natuurlijk zijn de tijden wat veranderd, maar als het iets wat kort door de bocht zou zijn, dan zou je zeggen, ja, liberaal focust vooral op vrijheid en gaat ervan uit dat die vrijheid maximaal mensen aanzet om de beste versie te worden van zichzelf. Ik denk dat vrijheid een heel belangrijk goed is. Dat zien we ook in de wereld waarin we vandaag leven, als je kijkt naar Rusland of naar China. Maar ik geloof niet in vrijheid als het belangrijkste antwoord op de uitdaging. Ik denk dat we elkaar meer moeten vasthouden dan, en dus broederlijker moeten zijn dan te geloven in de vrijheid. Als je dan datzelfde, misschien iets wat kort door de bocht etiket zou kleven op de socialisten, dan geloven zij meer in de overheid en meer in het aansturende van de overheid die organiseert en die bepaalt wat dat mensen kunnen of mogen of het kader zet. En ja, dat is ook niet echt hoe dat ik denk dat mensen... Ik denk dat je ongelooflijk veel vertrouwen moet geven aan mensen. Daar zijn allerlei studies over gevoerd, maar mensen deugen en mensen hebben veel gezond verstand en zijn denk ik intrinsiek in staat om goede dingen te doen voor elkaar. En ik denk dat we dat moeten stimuleren en dat zie ik ook terug in de christendemocratie. Ja. En natuurlijk daar waar mensen de regels niet volgen of daar waar ze elkaar onrecht aandoen, moeten we heel straf zijn en zeggen dat kan niet, dat zijn de regels waar je in over gaat. Maar het nemen van eigen verantwoordelijkheid en in vertrouwen werken, dat is wel iets waar ik heel sterk in geloof. Okay. En hoe is de partij volgens u veranderd
van kunst naar medie. Zijn er grote verschillen tussen de partij toen dat Joachim Koens de voorzitter was en Sammy Medi nu de voorzitter? Een partij is veel meer dan de voorzitter. Hè. De voorzitter is de coach, maar de partij bestaat uit heel veel getalenteerde mensen die zich willen inzetten voor de christendemocratie. En dus de verandering van de voorzitter betekent niet na 3 maanden dat wij een andere partij zijn. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Ja. Sammy is een heel sterke communicator die heel veel lef heeft getoond om dat te doen. Want een christendemocratische partij leiden vandaag en willen sturen, dat is geen evidentie. En hij is nog jong, dus hij zet zijn schouders daaronder. Dus chapeau. En uiteraard is het ook zo, denk ik, zoals in het bedrijfsleven, dat partijen in bepaalde tijdsperiodes een bepaalde leider nodig hebben. Dat is in een bedrijf die de wereld wil veroveren, heb je een ander type leider nodig dan in een bedrijf die van product wil veranderen om de markt te verbreden, bijvoorbeeld, denk ik. Ja. Dus dat komt zo voor een politieke partij ook. En het is natuurlijk geen geheim dat we leven in een wereld waarin dat het verbale zeer belangrijk is. En dus waar daar ook een stuk naar wordt gekeken. En Sammy heeft daar zeker talenten en troeven. Maar mijn vaste overtuiging is dat we moeten samenwerken, dat wij samen de partij zijn en dat wij samen moeten tonen aan Vlaanderen dat het beleid, het bestuur in goede handen is. Ja. Dat je eigenlijk samen met ministers, leden, van top-down, allemaal samen. Wat ik mij ook soms wel de vraag stel, we leven in een maatschappij waar minder mensen geloven, minder dat de katholieke kerk bijna geen invloed meer heeft op onze samenleving. Denk je dat de C dan nog altijd in de naam past? Maar het is christendemocratisch, hè? Dus de katholieke kerk en de christendemocratie zijn toch niet helemaal hetzelfde. Dus christendemocratie is natuurlijk gestoeld op die waarde. Maar ik kan u zeggen, anekdotisch, ik kwam deze week nog een liberaal tegen met een jarenlange traditie in de liberale partij. En hij zei tegen mij, mensen zouden wat meer de Bijbel moeten lezen. Dus ik zei, dat verrast mij. Want er staan echt mooie verhalen in. Dus onze samenleving is gebouwd op die waarden, op hoe dat wij willen omgaan met elkaar. Herinner u de debatten over de Europese grondwet, waarin men ook wilde verwijzen naar die typische christelijke traditie. Dus dat is veel meer dan dat. Dus de kerk op zich, ik ben wel nog geaffineerd natuurlijk met die instelling en ook met de verhalen die men daar vertelt en de waarden die men uitdraagt. Maar het gaat eerder over een manier van omgaan met elkaar, een levensmotto, dan of dat nu tot de C of de CD, christendemocratisch, is terug te brengen, denk ik. Maar ik denk wel dat daar, als je kijkt naar de praktijk, hè, dus hoe dat mensen omgaan met elkaar, hoe dat ze gewoon kleine dingen doen die goed zijn, kleine gelukjes, kleine goedheden voor elkaar, dan zit daar volgens mij ook heel veel christendemocratie in. En dat is ook mijn overtuiging. Als je ervan uitgaat dat God liefde is, dan maakt het ook niet uit hoe dat je die noemt, maar dan gaat het eerder vanuit van de ideologie waarin dat je gelooft. Ja. Dat is voor mij veel belangrijker dan, dan dat toebehoren tot de katholieke kerk. Ik denk ook wel dat u in uw stijl ook het op een modernere manier aanpakt dan dat we, dan dat van vroeger. Ik doe waar ik zelf in geloof, dat is het gemakkelijkste, dan moet je ook niks anders aanmeten. Dus dat is de boodschap. En denkt u dat het moeilijker is om nu politica te zijn dan pakweg 20 jaar geleden? Dat is altijd een moeilijke vraag, want ik denk dat in het algemeen iedereen altijd het gevoel heeft dat zijn weg zeker niet de gemakkelijkste is. Als je dat vraagt aan mensen buiten de politiek, is dat ook zo. Dus ik denk de uitdagingen van vroeger waar men voor stond, dat die ook groot waren. Hè? En alles gebeurt altijd binnen het tijdsperspectief. Dus we kunnen vandaag meer door de technologie, we weten meer, we kunnen sneller informatie achterhalen. Dus dat is ook een voordeel in de gemak vergeleken met vroeger. Ik denk wel, en dat is ook wat mensen die al lang aan politiek doen mij bevestigen, dat de visibiliteit en de snelheid van de media het niet altijd gemakkelijk maken. Of vooral een echte dialoog niet altijd gemakkelijk maken. Ik vind zelf heel sterk dat wij veel meer moeten investeren in dialoog en in luisteren naar elkaar en in empathie om problemen te zoeken voor oplossingen te zoeken voor problemen liever.
En de snelheid maakt dat dat soms moeilijk is, omdat dingen die besproken worden heel snel publiek worden gemaakt. Dat wordt dan geframed, journalisten vallen over elkaar om daar een verhaal van te maken, waardoor dat de rust ontbreekt. Ik durf wel eens te geloven, dat is misschien naïef, dat dat niet gaat blijven duren. Omdat als ik met mensen praat, men heel vaak ook die boodschap geeft. Ja, maar wat is dat er eigenlijk allemaal? En we lezen dat niet meer en we volgen het niet meer, want daar haak je van af. En dus, ja, dat businessmodel dat nu gebruikt wordt door de media, zou ook wel eens naar de andere kant terug kunnen doorslaan. Omdat mensen ook zeggen, we hebben het gehad met die schreeuwerigheid en die polarisatie. Ja, dat zei je ook onlangs in een uitspraak, dacht ik, van de politiek draait om de ijdelheid van politici. Het is een speelplaatshierarchie. Is dat iets waar je u aan ergert, of dat iedereen, maar alle politici, terwijl ze nog aan tafel zitten, van allemaal uitspraken doen naar de pers? Of hoe dat... Ja, soms maak je wat... vooral meningen of ga je dingen wat feller stellen om het duidelijk te maken. Maar ik denk echt dat we meer moeten praten met elkaar, meer moeten luisteren. En als ik zeg dat het gaat over de ijdelheid, dat is ook het systeem vandaag. Hè. Dus mensen moeten iets op Facebook zetten, op Instagram zetten of het heeft niet bestaan. En dus doet iedereen mee in dat systeem en wordt het steeds overweldigend. En dus dan lijkt het vaak te gaan over wie het meeste likes heeft, wie het populairst is, wie het snelste idee gelanceerd heeft, wie eerst was op Twitter, wie het vaakst bij de afspraak komt. Terwijl lijkt te gaan over de persoon van de politicus en minder over de ideeën en nog minder over hoe dat we vanuit verschillende ideeën samen oplossingen maken. Ja. En dat is wat ik daarmee bedoel. De vraag is soms... lijkt het dan niet te veel te gaan over de persoon van de politicus die al dan niet populair is, terwijl wij aan mensen willen tonen dat wij het doen voor het algemeen belang. Want als politicus, dat is ook wat mij aantrok, zet je je in voor het algemeen belang. Politiek is per definitie de maatschappij ordenen en richting geven. En dat moet dus gaan over de ideeën en over de structuur en minder over de politiek. Voor politiekers. En dus dat is, denk ik, waar ergens... een uitdaging zit om, en dan raken mensen teleurgesteld en ze haken af omdat het niet meer lijkt te gaan. En het is ook heel vluchtig, want een politicus die vandaag populair is, is dat misschien binnen 5 jaar niet meer, terwijl hele lange carrières vroeger wel mogelijk waren. Denk je dat daarom soms de foute politici op de plaats zitten, op de belangrijkste plaatsen? Want bijvoorbeeld in het parlement en ook van uw partij zijn er mensen die al jaren hard werken, maar niemand kent ze eigenlijk. Denk je dat soms... Het feit dat ze er nog zitten, betekent dat ze toch in die democratie hun plaats verdiend hebben en ook nog krijgen. Dus ik zou niet zeggen dat de foute politici, mensen stemmen voor politici en dus krijgen ze de politici voor wie ze gestemd hebben. Voor de ministers is het dus niet altijd zo, maar in het parlement wel. Maar dus, iedereen werkt met de middelen die hij heeft en binnen de context die er is. Maar ik denk soms wel dat we verder zouden geraken als we een beetje meer terughoudend zouden zijn ten aanzien van dat individuele politieke toneel. Nu, het is iets wat ook in heel de maatschappij geldt. Hè. Ik luisterde gisteren naar een podcast en daarin werd gezegd, de maatschappij is veel individualistischer geworden. Iedereen heeft overal een mening over, iedereen mag zijn eigen pad bewandelen. De ikkigheid komt vaak te staan voor samenleven of samen dingen doen. Dus dat is ook niet eigen aan de politiek, maar... je moet toch een zekere vorm van samenleven hebben om met elkaar op een beperkt grondgebied dingen te kunnen doen en te kunnen realiseren. En we hebben elkaar ook echt nodig. Dus die ikkigheid is niet alleen binnen de politiek een uitdaging, maar ook daarbuiten. Ja, en dat is dan de christendemocratie die daar een antwoord op biedt. Wel, dat is mijn overtuiging. Ja. Ik ben natuurlijk maar een speler in het hele land, maar dat is wel mijn overtuiging. U bent minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. U hebt daar juist gezegd, het is 2 jaar geleden ongeveer, iets meer. Heeft u direct ja gezegd of heeft u eerst getwijfeld om het te doen? Want u had een job als advocaat. Ja, ik was inderdaad advocaat, 18 jaar al, bij hetzelfde kantoor. Ik deed dat eigenlijk heel graag. Maar toen kwam die vraag van Joachim Koenzi, toen partijvoorzitter was, ergens op een woensdag namiddag, 30 september. En de volgende dag zou de nieuwe regering de eed afleggen. Dus ik had heel weinig tijd om na te denken.
En ik geloof erin dat sommige belangrijke beslissingen genomen worden in de blink of een eye. Het leven is 5 minuten, zegt men soms. Ik ben op die trein gesprongen. Dat is natuurlijk een ongelooflijke opportuniteit is om te mogen meeschrijven aan de toekomst van ons land. Ik was altijd al politiek geïnteresseerd en maatschappelijk geïnteresseerd. Ja, vooral bij jong CD&V, klopt. Ja, ik ben nog gemeenteraadslid geweest in Schoten, langer geleden. Ik heb dat toch een heel aantal jaar gedaan. En dan was ik ook bij jong CD&V actief in Brussel en in de provincie Antwerpen, ook in Leuven. Was ik actief bij de Christendemocratische Student. Ja. Ik had altijd wel die interesse, die is nooit helemaal weggegaan, maar ik had mijn focus meer op mijn job als advocaat. En dus daarna, toen die vraag kwam, heb ik eigenlijk niet lang kunnen aarzelen, want er was niet veel tijd om ja te zeggen. Dus voilà, ik heb toen de beslissing heel snel genomen om dat te doen. En 2 jaar later is mijn engagement daar nog altijd. En waren dat bevoegdheden die u direct lagen of niet? Het is natuurlijk een heel groot pakket binnenlandse zaken. Heel veel dingen zijn binnenlandse zaken. Dat gaat van politie tot brandweer, maar ook nucleaire veiligheid. Veiligheid in alle verschijningsvormen, dus dat is toch een heel belangrijk. Ook intrafamiliaal geweld. Dus er zijn heel veel verschillende componenten. Dat mij wel lag, net als institutionele hervorming en democratische vernieuwing. Het is natuurlijk zo, ik was als advocaat ook bezig met administratief recht en publiek recht. Dus ik had wel een link met de overheid en met beslissingen en met binnenlandse zaken. Dus het sloot wel aan, maar het is natuurlijk een groot avontuur of een grote uitdaging geweest sindsdien. Ik heb 2 afleveringen geleden een gesprek gehad met de voorzitter van het Comité P. En ik heb haar toen de vraag gesteld, wat zou u als eerste veranderen mocht u minister van Binnenlandse Zaken zijn? En met dat ik u nu de minister van Binnenlandse Zaken mag interviewen, zij zei, het eerste wat ik zou veranderen is het politieonderwijs, de job aantrekkelijker maken en de juiste mensen op de juiste plaats krijgen. Deelt u die mening dat dat de zaken zijn die vooral als eerste moeten veranderen? En hoe wilt u daar dan tegemoet komen? Er is natuurlijk een verschil tussen de grote projecten en dingen die je elke dag probeert beter te maken. Want ik ben ook een heel sterke voorstander van het herzien van dat politieonderwijs. Vandaag gaan politiemensen in opleiding een aantal maanden naar een politieschool. Ze krijgen daar alle vakken, technieken, de achtergrond, de wetgeving, heel wat beschouwende elementen. Dat is natuurlijk heel veel leerstof of veel kennis die overgedragen moet worden in een korte tijd. En ik denk dat dat te weinig tijd is vandaag. De uitdagingen zijn zo groot. Politiemensen moeten soms bemiddelaar zijn, soms moeten ze kunnen onderhandelen. Ze moeten de wet kennen, ze moeten ook bepaalde technieken kennen. En onder nieuwe fenomenen, cybercriminaliteit, maar ook bijvoorbeeld Excited Delirium Syndrome. Dus mensen die geagiteerd zijn als zij in aanraking komen met de politie. Dus al die elementen zijn zo complex dat ik er niet in geloof dat je dat eigenlijk nog op een voldoende manier kan overdragen op 1 jaar tijd. En dus denk ik dat wij voor onze politiemensen in een opleiding goed moeten zorgen en dus hun opleiding moeten verlengen. Dus daar werken we aan vandaag. We zijn de basis daarvan aan het leggen. Dus zeggen dat dat het eerste is dat je moet veranderen, dat vraagt sowieso tijd. Hè? Ja. Er zijn andere dingen op kortere termijn die willen veranderen. Natuurlijk ook de aantrekkelijkheid van de politie is belangrijk. Daarom heb ik een sectoraal akkoord onderhandeld met de vakbonden om de politiemensen meer verloning te geven. Ja. Zij hebben na 20 jaar eindelijk die loonsverhoging waar ze lang op gewacht hebben. Dus dat hebben we mogelijk gemaakt. Weliswaar wordt dat nu iets wat uitgespreid in de tijd, omdat de budgettaire context zeer, zeer moeilijk is. Ja. De facturen ook voor de overheid stijgen en je kan geld maar 1 keer uitdelen. Financiële situatie. Maar ik ben absoluut een bondgenoot om ook dagelijks de wereld van de politie en ook de kant weer beter te maken. Ja. Oké. Zijn er nog andere zaken die je zegt naast het politieonderwijs dat ik dat belangrijk vind vooral? Ja, ik denk, het is ook niet zo, vind ik altijd, dat je moet pleiten voor revolutionaire hervormingen. Bijvoorbeeld in het crisisbeheer, we hebben de overstromingen onfortuinlijk gehad vorig jaar. Dat heeft heel veel mensen, heel veel menselijk verdriet, maar ook materiële schade bezorgd. En dan moeten we kijken, werken onze crisisstructuren voldoende om dat soort natuurrampen te kunnen aanpakken? Ja. Ik denk niet dat je altijd heel het systeem moet herzien, maar dat je wel moet kijken in de manier waarop samengewerkt wordt gecommuniceerd,
of dat dat zo goed mogelijk verloopt. Ja. En ik ben er zelf sterk van overtuigd dat digitalisering ook een belangrijk deel is van de oplossing. Niet om mensen te vervangen, niet om in de privacy van mensen te veel in te breken, maar er zijn zoveel dingen die digitaal kunnen, waarbij digitale tools en ondersteuning echt een verschil kunnen maken, dat we daar ook volop moeten op inzetten. Ja. Dus bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, vandaag kunnen technologisch brandweerhelmen uitgerust worden met een infrarood of met bepaalde zenders, waardoor dat brandweermensen die zich op een of in een brand bevinden, eigenlijk aangestuurd kunnen worden van iemand die zich buiten de brand bevindt om op een veilige manier te werk te gaan. Ja. Dus dat soort dingen, dat is technologie, daar heb je goede dataverbindingen voor nodig, daar heb je de infrastructuur voor nodig, kan enorm helpen om bij te dragen tot de veiligheid. Ja. En dat is denk ik waar we echt op moeten inzetten, op die digitalisering. Ja, dus eigenlijk naast de grote lijnen ook proberen op kleine zaken in te grijpen, zodat dat voor hen aangenamer blijft. Ja. Wat er onlangs in het nieuws was, voor CD&V was het heel belangrijk om in het regeringsakkoord te laten zetten dat er institutionele hervormingen zullen plaatsvinden. Maar er was in het nieuws dat uw expert ontslag genomen heeft, omdat de Franstalige partijen eigenlijk moeilijk doen op het vlak van die initiatieven. Ziet u zelf nog mogelijkheden om op dat vlak toch nog hervormingen te kunnen doen in de staatsstructuur? Ja, er is natuurlijk een expert die gezegd heeft, kijk, ik ga een andere weg bewandelen. Er zijn nog mensen op het kabinet die zich bezighouden met staatshervorming. En niet alleen op mijn kabinet, maar ook op andere kabinetten en zeker ook in de partij. Ik denk dat we met dit land echt een meer slagkrachtige structuur nodig hebben. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg zie je dat een deel van de bevoegdheden geregionaliseerd is, maar een deel is federaal gebleven. En die spagaat of die dualiteit zorgt ervoor dat je op bepaalde dingen niet maximaal kan inzetten. Bijvoorbeeld preventie. Mm-hmm. Preventie zit bij de deelstaten en het curatieve zit dan bij de federale overheid. Dat betekent dus dat iemand die inzet op preventie niet per se de opvolging kan doen naar het curatieve, minder patiënten in de ziekenhuizen of minder geld dat gegeven moet worden aan het herstel van mensen eerder dan het voorkomen dat er problemen ontstaan. En dus dat zijn dingen die volgens mij op termijn het zeer moeilijk maken. En ik zeg dat niet alleen, dat is ook de sector die dat zegt. En dat zegt, dat ja, eigenlijk is. Moet je homogene bevoegdheidspakketten brengen. Ja. Dus ik denk dat we daaraan moeten blijven werken. Het is geen geheim dat niet alle partijen in de regering daar op eenzelfde manier over nadenken. Maar ik vind dat wel, en dat is geen populair thema, dat is ook geen thema waar je elke dag mee naar de pers moet gaan, want dan weet je op voorhand dat dat een heel moeilijke zaak wordt. Maar we hebben wel een land nodig in deze tijden dat bestand is tegen een aantal uitdagingen. En als er crisissen komen, moet je zorgen dat die overheid goed georganiseerd is. Dus we moeten dat volgens mij doen. Dat is een no-brainer. Dat je niet tussen de twee kan blijven hangen. En dat is exact waar we aan blijven werken. Ja. En we hebben natuurlijk onze eigen overtuigingen waar we aan blijven werken. En dan is er wat er nog haalbaar is in de regio. En binnen die overtuigingen is dat dan bijvoorbeeld gezondheidszorg gezien bij jullie die vooral op Vlaams niveau wil. Ja. Ik denk onderwijs is bijvoorbeeld dat blijft op Vlaams niveau en dat is goed. Maar zijn er ook dat je zegt bijvoorbeeld, ik denk dan maar aan klimaat, dat je zegt van dat kunnen we misschien volledig federaal, of is voor jullie de bedoeling om vooral de weg meer te gaan regionaliseren en niet meer te federaliseren? Bijvoorbeeld voor gezondheidszorg ben ik ervan overtuigd dat dat goed is dat je dat dicht bij de mensen doet. Mm-hmm. Dus zeer lokaal, we hebben dat gezien met onze eerste lijnszones, de manier waarop onze huisartsen georganiseerd zijn. Dus daar denk ik dicht bij de mensen. We zijn die stap begonnen door een gedeeltelijke regionalisering en ik denk dat een belangrijk stuk moet volgen. Mogelijk niet alles, zoals bijvoorbeeld het medicijnenbeleid, omdat je daar een Belgische benadering nodig hebt of een federale benadering. Dus dat kan. Bewijs is dat in onderwijs dat gebeurt, dat is helemaal homogeen, dus de deelstaten nemen dat voor hun rekening. Dus ik denk dat dat thema's zijn en over andere thema's, dat is het meest uitgesproken, gezondheid en ook arbeidsmarktbeleid. De arbeidsmarkt in Vlaanderen is vandaag anders dan die in Brussel of in Wallonië. Dus daar moeten we ook voor zorgen dat onze deelstaten voldoende tools hebben om een arbeidsmarktbeleid te voeren, gericht op de maat van de mensen die betrokken zijn. Dus daar denk ik echt dat we moeten zorgen dat meer specifiek gemaakt wordt. Ja, dus daar heb je nog veel werk op dat vlak. Ja, daar is nog veel werk. Kijk ook graag eens naar de toekomst met mijn gasten.
naar 2024 toe. Ik denk dat politici daar al mee bezig zijn momenteel. Hoe denkt u als centrumpartij dat u de extreem links en extreem rechts kan counteren en ervoor kan zorgen dat de centrumpartijen terug groot worden en dat de extremen terug klein worden? Want ik denk dat dat wel een opdracht is van de centrumpoliticus. Ja, absoluut. Het zal een zeer moeilijke uitdaging zijn. De wereld gaat tussen nu en begin 2024 niet spectaculair veranderen. Dus de media zullen er nog zijn, de sociale media zullen er nog zijn. Dus wij moeten hard werken om die soms meer genuanceerde boodschap over te brengen. Maar ik geloof wel dat goed besturen werkt. Uiteindelijk willen mensen, politici, die proberen de wereld beter te maken met een nog wat bond zonder naam, frase misschien, maar die proberen aan de toekomst te schrijven. Dus mijn overtuiging is dat ik mijn best ga blijven doen om de wereld van de politie, de brandweer, civiele bescherming beter te maken en te tonen aan mensen dat wij vooruit gaan. En misschien niet altijd met de grote stappen die we zelf gedroomd hadden. Soms is de stap misschien wel kleiner of gaat de stap wat trager, maar wel ten goede van mensen. En het is dat verhaal dat ik denk dat je moet brengen aan mensen. Dat het niet gaat over de persoon van de politicus, dat het niet gaat over de schreeuwerige boodschap, maar dat het gaat over wat je probeert te doen op het terrein. En het is ook wel meestal moeilijker om de goede dingen in de pers te krijgen. Het zijn altijd de negatieve zaken die natuurlijk in de pers komen. En soms weet de bevolking te weinig de goede zaken, die kleine stappen zo. Die je zet, maar soms is dat vaak te weinig geweten. Ja, dat is absoluut zo. En ik vind dat soms wel eens moeilijk, omdat dingen die niet goed gaan vaak met schreeuwerige titels in de kranten staan. En als daar dan een oplossing voor is, dan wordt dat niet meer vermeld. En ik doe geen dingen omdat ze in de krant komen, maar er is wel een onevenwicht in de berichtgeving voor wat niet goed gaat en wat wel goed gaat. Ik noem bijvoorbeeld de coronamaatregelen. Niemand vond dat leuk. Ook ik vond dat niet leuk, omdat ze moeten schrijven. Maar bon, dat was deel van de beantwoording van die grote crisis die we toen hadden. Er hebben heel vaak krantentitels gestaan over de ongrondwettigheid van de maatregelen, over de federale regering die te veel macht naar zich toe eigende, over het feit dat dat een volmachtregering was, dat je dat soort beslissingen niet kon nemen op basis van de bestaande wetgeving. Uiteindelijk heeft het grondwettelijk hof een paar weken geleden gezegd dat het wettelijk kader dat we hanteerden, dat dat oké was en dat het dus grondwettig was. Maar daar heeft heel weinig, of daar is heel weinig aandacht voor geweest. Daar heeft bijna geen krant over bericht. Waardoor dat de afdronk is, als je daar naar kijkt, dat die schreeuwerige titels over ongrondwettigheid er wel waren. En het feit dat het grondwettelijk hof dan zegt, nee, dat is oké. Dat niet bericht, dat mensen ook het idee krijgen dat er niks lukt en dat politici dingen doen die niet oké zijn. Terwijl dat dus nu bevestigd is en dat vraagt dan tijd ten eerste. Ja, dat is lang na de feiten, maar dat is omdat het grondwettelijk hof procedures volgt die dan leiden tot een arrest een aantal maanden later. En dus ik vind dat jammer dat dan die positieve dingen niet gebracht worden, niet voor mij, maar gewoon omdat als je een burger bent en je kijkt naar dat spektakel, hoe zou je aan die informatie moeten raken? Ik denk niet dat mensen op de website van het grondwettelijk hof zitten te analyseren wanneer er uitspraken zijn, dat dan ook nog vatten wat er dan precies gezegd is. En dat is geen verwijt. Maar dus hebben de media volgens mij ook wel de plicht om naast het hele slechte nieuws, en ze mogen kritisch zijn, dat gaat daar niet over, maar op bepaalde momenten toch ook te zeggen wat er dan wel goed was. Heeft u toen gevloekt tijdens de coronaperiode dat u binnenlandse zaken had? Goh, gevloekt. Er was niet veel tijd voor vloeken of voor andere dingen. We moesten echt aan de bak en dingen schrijven. Het is zelfs denk ik nu nog te vroeg om daar echt op terug te kijken. Ik denk ooit, als ik wat meer tijd en afstand kan nemen, dat ik daar wel nog eens terug ga kijken. Want dat was echt heel bijzonder. Hè. Overlegcomité's, onmiddellijk ministerieel besluit te schrijven, dat was toch een heel, heel intense periode. Ja. Ziet u uzelf verhuizen naar de stad Antwerpen? Want dat is iets die waarschijnlijk vaak wordt gesteld hier. Ja. Ik heb vandaag geen aanleiding om dat te denken. Ik hou van de stad. Ik heb er gewerkt. Ik heb er heel veel tijd doorgebracht, professioneel en privé. Maar dat staat vandaag niet in mijn plan. Ja, want daar nu de partij is redelijk klein. Nee? Er wordt één partij die alles domineert. Ja, maar bon, Schoten is niet ver van Antwerpen. En Schoten heeft ook stedelijke problematiek en ik ken de stad goed, dus ik kan ook op die manier mijn steentje bijdragen. Het is niet omdat ik nu minister van Binnenlandse Zaken ben, dat ik per se overal moet opduiken. Ik had het gevoel, maar het kan verkeerd zijn, op het moment dat u minister werd, dat dan de N-VA
wat fellere kritiek gaf op de CD&V, omdat men dacht, ik denk, u als minister ook wel bij de gematigde N-VA'ers, ook goed overkomt. Niet, wil ik niet meer zeggen dat u recht bent, ja. Maar ik denk de sterke vrouwen die op de N-VA stemmen, dat die misschien ook wel in de provincie Antwerpen. Dus ik had het gevoel alleen maar oproepen om dat te doen. Ik had een gevoel dat, toen, dat men toen veel meer kritiek gaf op de partij, omdat u als minister die post. Kom, ik probeer van dat soort dingen niet te veel wakker te liggen en daar ook niet te veel tijd aan te verliezen, want ik heb ook al geleerd dat men soms uitgaat van grote machinaties of strategieën en als je er dan zelf bij zit, blijkt het allemaal wel mee te vallen. Ja. Zijn er ook best wel wat toevalligheden of dingen die plots in elkaar vallen die minder machinatie zijn. Ik ben natuurlijk uit het Antwerpse, dus ik kan me voorstellen dat men zegt, oké, dat is iemand bij op het politieke schaakbord, hoe gaat dat uitdraaien? Dus er zullen vast wel eens mensen zijn die daar bij stilgestaan hebben, maar zoals ik zeg, ik probeer mijn ding te doen, zo lang en zo ver mogelijk, en dan mij voor te stellen. Ik heb geen... Ik ben vandaag ook niet zo bezig met verkiezingen, eerlijk gezegd. Want dat is... genoeg werk, hoor. Ik heb echt meer dan genoeg werk. U bent een fervent loper. U heeft ook de marathon van Berlijn gelopen, denk ik. Zijn er daar nog plannen op vlak van sportief vlak? Dromen die... Ik heb inderdaad vorig jaar bijna bij toeval de marathon van Berlijn gelopen, want ik was echt niet getraind. Een tijd geleden hadden wij ons ingeschreven voor de loting voor de marathon van New York en ik ben bij toeval gekozen. Dat is binnen 3 weken of een kleine 3 weken ondertussen denk ik is de marathon van New York, dus dat staat in mijn agenda. En de herfstvakantie. De herfstvakantie, ja. Dus ik hoop dat ik daar geraak. En dan zullen we wel zien. Ik ben niet super goed getraind, dus uitlopen zal al meer dan voldoende zijn. Is dat ook een ideale manier om te vergaderen, aan lopen? Dat is wel leuk, ja. Ik kan niet zeggen, ik kan natuurlijk geen notities nemen en zo, maar het maakt in elk geval je hoofd vrij. Dus ik geloof ook wel dat een half uurtje lopen soms meer energie geeft en meer frisse lucht in je hoofd dan soms te lang te vergaderen. Ja. Dat zou ik misschien beter of vaker doen met politici. Samen gaan lopen. Oké. Okay. Eén ronde voor u, de snelle ronde. Dus het eerste waar aan u aan denkt. Besturen met N-VA of met Groen? Met N-VA zou ik zeggen. Ja, oké. Okay. Lopen met muziek of zonder muziek? Met muziek. Mochten ze u vragen om na Wilmis de echte eerste vrouwelijke premier van ons land te zien, wat zou u dan zeggen? Als ze mij dat zouden vragen, zou ik ja zeggen, denk ik. Maar zover zijn we nog niet. Oké. West-Vlaanderen of Limburg? Goh, dat is moeilijk kiezen. Allebei, denk ik. Ja, ja. Oké. Okay. Ik ga graag naar de zee, maar ik ga ook eens graag naar Limburg. Dus dat is moeilijk. Oké. Mocht je zelf bij de politie werken, welke job zou je dan graag uitoefenen? Ja, ik denk dat ik wel graag wijkinspecteur zou zijn. Om bij mensen langs te gaan, ogen en oren te hebben op het terrein. En heel betrokken te kunnen zijn bij wat er gebeurt. Ze zijn vaak de eerste die zien waar er iets fout loopt. Ze zijn ook diegene die mensen terug met elkaar kunnen verzoenen. Ja. Buren die het moeilijk hadden. Dus dat lijkt mij wel een hele, hele fijne job. Ja, mag ik u dan enorm bedanken voor dit interview. Met veel plezier. Ik vond het vrij fijn en ook een grote eer om een van onze belangrijkste ministers te mogen interviewen. Veel succes. Dank u wel. Ik zou zeggen tegen jullie, abonneren, maar volgende maand ga ik terug in Spraak en Straffen. Maar dan, dank u wel om te kijken.